Hallo, je kijkt naar een nieuwe aflevering van Hakken hier op TMF, The Music Factory. We zijn hier op de grootste indoor party van de Benelux. Vorige week kon je kijken naar deel 1, deze week kun je kijken naar deel 2 van Blade Runner. Maar nu eerst Schoolyard Dance. We staan hier voor het AL College en ik heb me laten vertellen dat dit een kweekvijver is voor gabbers. Nou, ik wil even kijken of de mensen hier eigenlijk wel een beetje enthousiast zijn. Ik ga maar naar binnen. Oh jee. Goedemiddag. Dag. Dag. Mijn naam is Paul, we zijn het programma Hakken, TMF. Wat is je naam? Mijn naam is Marten van Dijk. En je bent hier de? Ik ben decaan. Leraar in de maal Nederland. Vroeger ons zeiden ze leraar, decaan. Klinkt allemaal zo. Hey, maar waarvoor wij hier zijn, is voor de gabbers eigenlijk. Zijn er ook gabbers in dit pastokaal? Ja, dat zijn er dus een heleboel. En eentje van u zegt van nou, dat is echt een gabber. Ja, wacht maar even, ik haal even één op. Er gaat één af. Hey, hoe heet je? Brian Uiterwijk. Brian Uiterwijk. Ja. En je bent 1-0 hardcore? Nou, zeker weten, zeker weten. Ja, trouwens, op mij is dat goed, met jou ook. Ja, zeker, Peke. Nou wel, zeker. Shit. Hey, wat heb je een leuke pet op? Ja, vind je mooi? Ja. Hé, hey, maar je bent een gabber, kan je ook een beetje gabber dansen, of niet? Jawel, jawel. Nou, ik heb wat spullen meegenomen, ja? Die wil ik eigenlijk weggeven aan mensen die een beetje kunnen gabberen. Oh, oké. Hardcore. Hé, hey, dat was super. T-shirt hebben jullie wat mij betreft. Oh, hé, hey, wat is dit? Ja, wij kunnen veel beter. Ja. Oké, wacht wel. Oké. Als jullie het beter kunnen, krijgen jullie van mij allebei een Revenge Digit Brain Dead today, oké? Ja, is goed. Oké, nou, laat me zien. Eigenlijk lijkt me dit een gelijk spel. Jullie krijgen in ieder geval van mij allebei een cd. Brain Dead van Rebus Religion. En ja, wat vonden jullie ervan? We staan hier in een van de vele zalen hier in de Martini Hall in Groningen. Feest heet nog steeds Blade Runner. En achter mij kun je zien de Pyramids. Nou, we komen hier natuurlijk voor de muziek. Daarnaast een goede liveback die we hebben in Nederland, zoals Neophyte. Hebben we nu ook een nieuwe liveback. Ze heet Gita Madness. Je kunt nu naar ze kijken. En ik wil al die gekken in de zaal zien hakken als een beest. In the motherfucking house now! In the
snel! Winnen wordt er voor weer heel snel! Living death, quickly closing its fist over the entire planet. And then we heard the rumors that the last scientist to work on a cure, it would end the plague and restore the world. Restore it? Why? Jongman, ik ben 21 jaar, ik ben van Gita Madness en ik kom uit Groningen. Ik ben Eelco Kalberg, ik ben 20 jaar, ik ben een van de twee leden van Gita Madness en ik woon ook in Groningen. Even over de naam Gita Madness. G-Town staat voor de stad waar we ook in vandaan komen, dat is Groningen. En Madness dat staat voor wat wij brengen als we live optreden. Dus het is echt gewoon gek doen op het podium en de boel gewoon op zijn kop zetten. De Madness in Gita Madness staat voor wat we brengen op podium. Gekte, total confusion. Vorige keer hebben we de monniken act gedaan en dit keer doen we de vuurspuug act waarbij we op het podium zelf staan vuur te spugen. We zijn ongeveer 5 jaar bezig, Eelco en ik. En, in het begin stelde het niet zoveel voor. We hadden vooral kleine optredens op schoolfeesten en in buurthuizen. En het laatste half jaar zijn we nu echt goed bezig. We hebben contract getekend met bij Rapes & Legion. En we hebben nu al veel platen uitgebracht, veel verzameld CD's en we doen ook veel remixen voor bijvoorbeeld Isaac en Pagan. Toekomstplannen van Gita Madness. Nou, we zijn vanuit Italië gevraagd om bij D-Boy Records een plaat te maken. We gaan daar ook optreden, we gaan in Spanje optreden, Frankrijk, dus eigenlijk Europa in. En er komt binnenkort een tour door Nederland en daar ligt toch ons hart. Naast de muziek ben ik druk bezig met school. Ik zit op de Hans Hogeschool Groningen en daar doe ik de opleiding IDM. Dat is informatiedienstverlening en management. Naast mijn muziek studeer ik aan de Hans Hogeschool, de sportacademie ALO in Groningen. Gita Madness heeft sinds kort zijn eigen logo en die zijn op t-shirts gedrukt en die zijn nu overal te krijgen. Daar zijn we gewoon trots op. Go!
this whole shit. Dat was Detail Madness live on stage. Stel, je zou ons Revis Religion Feest bij willen wonen, maar je woont in het zuiden, westen of het oosten en je hebt geen mogelijkheid om naar het noorden toe te komen. Nou, dan heb ik nu een verrassing voor je, want Revis Religion gaat on tour. Binnenkort komen ze vast wel eens bij jou in de buurt, dus let gewoon even op. Jullie kunnen kijken naar een clip. MDMA, Brain Dead. Program, y'all. I mean, more poor and disenfranchised folks than this place has ever seen. You see, they try to put this shit off like it don't exist. Meanwhile, the rich get richer. The poor don't get a fucking thing. Times like these, people want to get high. Real high and real fast. And this is gonna be. Real high and real fast. Times like these, people want to get high. Real high and real fast. This is gonna do it. We'll be right back.
from the death row. Heb jij drugs bij je? Nee. Wapens? Nee. Komt dat wel goed zo? Komt dat wel goed zo? Komt dat wel goed zo? Ben je serieus niet? Ja, zeker. Wat gaan we doen? Nee, dank je. Unison with others, prolong an act of sensation with no limits or boundaries. Eternity is past, wrong is right. It's the point of greatest intensity, pleasures of the highest sense, feelings of warmth and security, willing and unwilling sensations of the mind. A condition, the ultimate seduction. The realm. Hey!
see deep inside. Tell me what you find. Come on. Even een kijkje nemen in de oldschool ruimte. Paul Elstak is aan het draaien en natuurlijk, ja, de tijd komt niet meer terug. De sound is nog steeds lekker en zometeen heb ik een gesprek met Paul. Is komen staan, niemand minder dan Paul Elstak. En het is eigenlijk een beetje back to the roots. Paul, je voelt je lekker wel thuis hier, of niet? Ja, ik moet me nog thuis voelen, want ik kom net binnen. Maar lekker oude muziek. Dus ik heb wel zin, ik ga zelfs 2 uur draaien. En een beetje mijn oude herinneringen ophalen. Ik hoop dat iedereen meedoet met de oude herinneringen, maar het zal wel lukken, denk ik. Stemming zit er goed in, heb ik al gezien. Maar hoe lang draai je nu zelf al? Nou, ik denk nou al zo'n beetje 14 jaar, maar de laatste 5-6 jaar als huisdisjockey dan. Als je naar oldschool draait, wat moet ik dan aan denken? Welke jaartallen? Een beetje alles. Dingen van 2 jaar geleden, 3 jaar geleden, 4 jaar geleden. 5 jaar geleden wordt het een beetje moeilijk, want daar is het publiek denk ik nog iets jong voor. Om daar nog even een beetje affiniteit mee te voelen. Dus, wat is nou zelf je favoriete oldschool plaat? Ja, er zijn er een paar. Even snel zou ik zeggen. Ja, bijvoorbeeld Lil Louis, Blackout, dat is een hele waanzinnige goede plaat. Oké, duidelijk. En hardcore, ik bedoel, wat is je favoriete hardcore plaat? Op dit moment? Het komt niet uit, zegt de mensen misschien niet veel, maar een groep heet de Masters of Ceremony en dat heet Hardcore to the Bone. Dat is echt een hele goeie. Heel cool, oké. Hey, nu kennen we je natuurlijk al jaren, ik bedoel, je bent heel lang bezig, ook met Holy Noise en dat soort dingen. Heb je nu voor de komende tijd nog... Holy Noise! En wie worden de komende tijd nog wat leuke hardcore projecten gepland? We hebben pas een nieuwe Force DJT Max single uit. En dan over een paar releases komt er alweer een Force DJT Max single. Met allemaal verschillende nummers van de DJ's, waaronder DJ Paul dan. Ik ga weer met Omo Santana een nieuwe Max single maken. Eigenlijk genoeg werk. Dus je blijft gewoon bezig. Zeg je? Ik zeg, je blijft gewoon bezig. Ja, altijd. Nou, lekker. Ik bedoel, ik verheug me al op de nieuwe singles. Hey, in ieder geval bedankt voor dit gesprek. Ik ga nog even lekker dansen zoals jij gaat draaien. Misschien wil jij even de volgende clip aankondigen die de kijkers thuis zou kunnen gaan zien. Nou, volgens mij was de volgende clip Damnation met Old School. Check this out. Blast from our past.
check this out. Along with hairline spit to make it legit, cause I'm a proud black brother, not bullshit. Words of wisdom, I'm steadily giving up. And why you wonder where this came from? You got a black power, mellow high album, story told, hits being sold. And my goal on this record is to save your soul and go strong. So y'all sing along with hairline spit to make it legit, cause I'm a proud black brother, not bullshit. Words of wisdom, I'm steadily giving up. And why you wonder where this came from? You got a black power, mellow high album, story told, hits being sold. And my goal on this record is to save your soul. Wij zijn toegekomen aan de prijsvraag van vandaag. Wat gaan we weggeven? 5 Gabberhead t-shirts, als je even goed kijkt. Dit is Gabberhead. En we hebben ook nog 5 Gabberhead op vinyl. Dit is mijn nieuwe release. Dieter Pagan meets Detail Madness. En daar kun je dus ook gewoon 5 van winnen. Wat moet je daarvoor doen? Even deze vraag beantwoorden. Hoeveel kost een intrade-ticket voor dit feest van vanavond? Blade Runner in de Martini Hall in Groningen. Hoeveel kost een ticket in de voorverkoop? Als je dat weet, stuur je antwoord op een briefkaartje naar postbus 999-1400-AZ in Bussum. Ik ben DJ Thomas E. Thomas E, hey, dat is een hele coole naam. Hoe lang draai je al? 9 jaar, zoiets. Ja, en wat voor stijlen draaien? Begonnen in de hip-hop en swingbeat tijd, daarna overgestapt op house toen het opkwam. Mellow gedraaid een tijdje en sinds 2 jaar gabber. Ah, cool, en staat er nog een jongen naast je. Hoe heet jij? Ik ben Joost van Schalkenwerd, maak me uit. Ben je DJ? Nee, ik ben samen met Thomas hierheen gekomen. Doe je nog wat anders dan alleen maar draaien? Ik maak samen met andere jongen, met Jozus, muziek. We zijn de producers duo, we maken gabber house. Oh jemig, en heb je nog plaat uitgebracht? En nog niet. Over een maand dacht ik komt de eerste plaat uit en dat is op Guilty Records, de naam die je moet onthouden. Oh, dus je hebt wel een platencontract gekregen? Ja, waar ik dan platen koop, via een gozer daar en dan via, hebben wij een platencontract gekregen van Tomorrow Entertainment. En dat is een beetje gaan rollen en dan op Guilty Records over een maand Marshall en Thomas E, de eerste plaat. Ja, perfect. Ik kan niet wachten totdat die uitkomt. Ik ben er helemaal van te stotteren. Hey, maar je bent erop te draaien en dat wil ik eigenlijk wel even gezien. Dus ik zou zeggen, ga even lekker draaien. Check this out.
Okay, de volgende DJ op het grote podium in de grote zaal komt uit Rotterdam en is lid van de Force Team. Nou, je raadt het al, wie kan het anders zijn dan DJ Panic. Surprise, surprise. We zijn toegekomen aan de tweede prijsvraag van vanavond. Ja, een tweede prijsvraag. Een speciale prijsvraag waar je een hele leuke prijs mee kan winnen. Wat kun je winnen? Twee passepartouts, twee keer twee personen, naar de eerstkomende drie feesten van Ravers Religion. Wat moet je daarvoor doen? Nou, deze plaat. Die plaat dus, is van Damnation. Maar, wat ik jou wil weten, er staat op deze plaat nog een track van een andere groep. Hoe heet die groep en hoe heet het nummer? Als je dat weet, stuur je antwoord op naar postbus 999-1400-AZ in Bussen. Jullie thuis hebben kunnen kijken twee weken lang naar Hakken. En dat was op Blade Runner in de Martinihal in Groningen. Ik zou zeggen gewoon tot de volgende keer. Dan kan ik hier nog even draaien en dan kunnen jullie ook nog even naar kijken. Maar, cameramensen volgen mij gewoon even, want ik loop even naar de dak even toe. Hey Steve! 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 Zet zijn haar leuk, hè? Hey Steve, waar zijn we over twee weken? Even mijn haar kammen. Hij gaat even zijn haar komen. En waar zijn we over twee weken? Ik ben in Nederland. En waar? Ja, weet jij het? Ja, oké, we staan allebei toch in Zwolle, of niet? Oh ja, Rave the City, Hakken met Sam en Gizmo. Gaan we de trucendoos openmaken? Oké, we gaan de trucendoos openmaken 26 oktober in Zwolle. Nou, Steve gaat nu gewoon even draaien. Hey jongens, bedankt.
G-Town. Oh, yeah. 1, 2, 1, 2. I go solo on the micro. It's a 1, 2, 3 with the DMC, the bull-headed assassin. Oh yeah, that's me. Rocking it up with the one DJ Dog Raver. I got the force, and he's got the key. The key to your mind, your body and your soul. The rubber dance boss, he is in control. Rock it like this, rock it like that. Rock it like a pizza with a bass so fat. Like this, yo. This your Dark Raver, the one and only Dark Raver, from the Den Haag Bossy, from the Den Haag Bossy, Den Haag Hooligan! Don't stop.
Thank you.
Jones York.